Welkom bij een nieuwe vlog. Wij zijn Ali en Nelly en wij gaan naar Ameland. Woehoe! Vorige keer natuurlijk naar Terschelling. Nu gaan wij naar Ameland en we hebben de fietsen meegenomen. We staan nog op het parkeerterrein. Auto net neergezet, fietsen eraf gepakt. En nu gaan we onderweg naar de veerboot. Yes, we gaan met de veerboot, niet met sneldienst. Nee, je hebt twee soorten boten. Ja. Sneldienst, veerboot. Wij kiezen voor de veerboot, want we hebben natuurlijk de fietsen mee. 3:15 vertrekt onze boot. En we hebben volgens mij nog iets van een half uur, kwartier ongeveer. Dus we gaan nu onderweg. Ja. We hebben er zin in. Ja. En? En? Nog iets? Nou? We blijven een nachtje. Oh ja. Ja. Ja, we gaan. We hebben jullie advies opgevolgd. We gaan in een hotel. Ja. 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 We gaan wel in een hotel, dus niet met een tentje of zo. We hebben voor een hotel gekozen. Lekker makkelijk. En ja, we dachten de vorige keer eigenlijk van, ook na het zien van de reacties van boek nou even een hotelletje. En daar kwamen we eigenlijk ook wel een klein beetje achter toen we op de Schelling waren. 1 dag was te kort. Dus we dachten nu, nou. Ja, op de Schelling hadden we wel langer willen blijven. Ja. Maar ja. Nou, dat zijn we nu misschien voor. Ja. We blijven nu een nachtje, dus we hebben lekker veel de tijd. Zin in. Ja, nou, let's fietsen. Go. Wat heb jij allemaal in die tas zitten, joh? Alles bij me. Ja. Het belangrijkste is erin, keer op keer. Ja, dat hebben we ook meegenomen. Een spelletje. Nou, deze tas is sowieso super handig. Je kunt hem lekker op je rug doen. En het is een grote tas waar heel veel in kan. En ik heb nog een rugzak. Dus ja, voor 1 nachtje is dit echt wel voldoende. Naar de boten. We zitten op de route. We zijn trouwens allebei nog nooit op Ameland geweest. Als wij hier geweest zijn, moeten wij eigenlijk alleen nog naar Schiermonnikoog en dan hebben we gewoon alle waddeneilanden gehad. Dus ik ben ook reuze benieuwd hoe het eruit gaat zien. Het is kleiner dan Terschelling, dat heb ik al wel gezien. En de veerboot of de veerdienst duurt volgens mij iets van 50 minuten en de sneldienst duurt 20 minuutjes. Nou, dat is even de meest belangrijke info, denk ik. En onze boot ligt al klaar, zie ik. Daar ligt hij. Dus we gaan even wachten hier. Volgende afvaart is om 3:15. Staat daar op het bord. En het is nu 2:15. Dus we zijn 1/2 uur te vroeg. Maar beter 1/2 uur te vroeg dan 1/2 uur te laat. Alle tijd, dus we gaan hier gewoon even lekker rustig wachten en genieten van het uitzicht hier. We zijn ingecheckt en we staan op de boot. De fietsen staan daar geparkeerd. En zoals jullie zien, nou, de boot is gewoon nog helemaal leeg. Dit is allemaal voor auto's. En de fietsers moeten aan de zijkant parkeren. Dus dat hebben we gedaan. Het valt mij ook gelijk op dat deze boot er veel anders uitziet dan de boot van Terschelling. Ja. Volgens mij is hij ook wel wat kleiner. Veel kleiner. Ja, hè? Je hebt een panoramadek. Oh ja. En een salon. Ja. Oké, nou, misschien dat wij eerst even naar het panoramadek gaan. Om even te kijken gewoon. Ja. En natuurlijk gaan wij daarna onderweg op zoek naar een restaurant. Koffietje. Het panoramadek. Wauw, wauw, wauw. Heel mooi dit, hè? Ja, heerlijk. Echt prachtig. Wat een uitzicht. Het is ook gewoon nog zo rustig op deze boot. Er is gewoon helemaal, of bijna helemaal niemand. En ik denk ook zomaar dat er gewoon veel minder mensen naar Ameland gaan dan naar Terschelling. Het is natuurlijk ook veel kleiner. En als je naar Ameland gaat, dan parkeer je de auto. Er staat trouwens een flink briesje, ik weet niet of jullie er last van hebben. Maar dan parkeer je de auto in Holwert. Dat is de opstapplek om naar Ameland te gaan. En Terschelling is natuurlijk Harlingen. Nou, 1.5 uur vanuit Urk gereden. En nu zijn we eindelijk hier. Ja. Nu gaan we echt. Een uurtje op de boot nog. Ja. Proost op Ameland. Dat is de vuurtoren van Ameland. Ja. Wij wensen u een prettige overtocht. Welkom bij Wagenborg. Ik heb er zoveel zin in. Ja, ik ook. Ja, hè? Ja. Gewoon, je weet gewoon niet wat je te wachten staat. En ik vind sowieso, als je gewoon het moment dat je de boot opstapt,
Dan zit je gewoon helemaal in de vakantiemodus. Gewoon, je vergeet gewoon de wereld om je heen. Ook al ga je maar één nachtje. Ja. Ja, je zit gewoon echt gelijk in de vakantiemodus. Ja. Dat is toch top? Heerlijk. En je hebt ook gewoon het idee dat je ver weg gaat of zo. Terwijl het dat helemaal niet is. Het is gewoon natuurlijk Nederland en het is maar 50 minuutjes varen. Dus het valt allemaal reuze mee. Maar je hebt het gevoel alsof je naar Engeland gaat of zo. Zeker naar Engeland. ja, echt. Nou, we zijn sowieso helemaal... sinds dat we ook naar Terschelling zijn geweest, zijn we wel echt misschien wel fan geworden van de Waddeneilanden. Terwijl we hier nog nooit zijn geweest, maar ja. Nee, maar ik vind sowieso kleine eilandjes vind ik wel heel leuk. Ja, ik ook. Ik vond Terschelling ook echt onwijs leuk. Ja, ik ook. En Vlieland was natuurlijk ook heel leuk. Ook een klein eilandje. Ja. Ameland lijkt qua formaat misschien wel meer op Vlieland. Terschelling is natuurlijk veel groter, maar kleine eilandjes vinden wij sowieso heel leuk. Mm-hmm. Dus ik verwacht dat dit gewoon super tof gaat worden. Is het nu al? Mm-hmm. Hè? Ja. Nou, eerst een koffietje. Landinzicht, we zijn in Nes. In Nes? Nes, ja. Nes. Dat is overigens ook het plaatsje waar ons hotel staat. En het is eigenlijk alleen nog een kwestie van aanmeren en dan kunnen wij afstappen. En wow, die vogeltjes, zag je dat? Leuk hè? Ja. Ze hebben hier trouwens ook een zeehondentochtenboot, zie ik. Dat is die boot. Geen idee of wij dat ook nog gaan doen, maar ja... Weet je, we hebben ook geen concrete plannen. We gaan gewoon heen en we kijken wel wat we gaan doen. Sowieso lekker fietsen. Ja, heerlijk. En lekker genieten van de natuur. En van een hotel. Ja, dat ook. Gewoon even van de luxe. Ja, heerlijk. Even niks hoeven doen. Ontbijtje wat geregeld wordt. Heerlijk. Lekker eten natuurlijk. Ja, lekker koffietjes. Ja, dat ook. Dus we gaan even maximaal genieten van Ameland. Deze boot is trouwens van de organisatie Wagenborg. Volgens mij heb ik dat ook al gezegd, weet ik niet helemaal zeker. Want de boot naar Terschelling is natuurlijk van rederij Doeksen. Dus dit is wel een andere organisatie. Ja, goed geregeld hoor, deze boot. Loopt allemaal op rolletjes natuurlijk. Ook logisch, want ik weet niet hoe vaak er een boot... naar Ameland gaat en weer terug. Dat weet ik zo even niet, maar het gaat gewoon allemaal automatisch. Nou, aanmeren en gaan met die banaan. In onze hotelkamer. We hebben net ingecheckt. En dit is onze kamer. Suite 1. E1. Ik vind het een leuke kamer. Ja, leuk hè? Klein, maar fijn. Maar dan wisten we van tevoren dat we sowieso een heel klein kamertje zouden krijgen. Er zijn trouwens grotere kamers, hè? Die kan je boeken. Ja. Zijn ook iets prijziger. Maar dit vinden wij juist gezellig. Gewoon een wat kleine, knusse kamer. Hier hebben wij de badkamer. Die is redelijk groot. En we hebben zelfs twee douches. Wauw. Toiletje natuurlijk. Nou, niks op aan te merken. Ziet er allemaal heel goed uit. Ook lekker schoon. En het hotelletje is ook gewoon heel knus natuurlijk.
Ik ga jullie even laten zien welk hotel dit is, want dat weten jullie natuurlijk nog niet. Dat is deze naam, Overzee. Nou, dit is de algemene ruimte. Daar hebben we nog een minibar aan het eind van deze gang. En dit is onze kamer, E1. Nou, gezellig. Heel gezellig. TV, een espresso-apparaat, dus we kunnen ook nog een koffietje nuttigen hier op de kamer. Een waterkoker. Ja, genoeg opbergruimte. Ja. Nou, perfect. Dit is echt top. En volgens mij een heerlijk bed. Het is lekker zacht, dus ik heb net al even gevoeld. Het is een hoog bed. Ja, ziet er echt goed uit. En we zijn net door het dorpje gereden, Nes. Ja. Want het ligt natuurlijk op Nes. Ja, in Nes, in hoe Nes. Je het ook zegt. Heel gezellig klein dorpje. Ja, echt superleuk. Ja, ja. Ja. Nou, we gaan ons eerst even installeren, want we hebben natuurlijk de tas bij ons. Dus we gaan even uitpakken en gewoon even wat spulletjes neerzetten. En daarna gaan wij even het dorpje verkennen, denk ik. Ja, hè? Ja. De kop is eraf. We hebben een lekkere, heerlijke, warme, verse wafel met chocoladesaus en een koffietje. Huisgemaakt, zei ze. En we zitten op het terras van het hotel. Uitzicht op een leuk, gezellig straatje. Af en toe komt er een fietser voorbij. We zitten hier heerlijk. Ja, gezellig. Ja, hè? Ja. Nou, geniet ervan. Doe ik. Dank je. We zijn even op de fiets gestapt, want wij gaan naar het strand toe. Want natuurlijk willen wij even strand zien op de eerste dag dat we er zijn. Dus we fietsen nu door Nes. Ook een knus, gezellig dorpje. En we zijn hier natuurlijk nog niet geweest. Maar volgens mij zijn hier best wel veel winkeltjes en terrasjes, restaurantjes. Dus we gaan het even bekijken. Hier zijn we daarnet ook langs gefietst. Toen we op weg waren naar het hotel. Dus het komt me wel een klein beetje bekend voor dit. Maar dit is dus eigenlijk het middelpunt van Nes. Een bakkerij. Hier hebben we een boekenwinkel, zie ik. En daar zie ik nog restaurantjes. Nou, heel gezellig. Tot nu toe vinden we Ameland echt heel leuk. Dit is trouwens de vlag van Ameland. Wisten wij niet. Zijn we net achtergekomen. Hier hebben we nog een kledingwinkel. En aan de rechterkant ook nog restaurantjes. Genoeg keuze trouwens. Maar wij gaan even op weg naar het strand. We zijn er. 6 minuutjes gefietst. Ja. Vanuit Nes. Hadden we wel kunnen lopen. Echt wel. Ja. Maar wat een groot strand, joh. Nou, en lekker zand. En lekker rustig. Ja. Valt me wel op, het is hier rustiger dan op de Schelling. Ook veel minder toeristisch, vind ik. Hier hebben we de Amelandse vlag weer. Nederlandse vlag. En hier hebben we strandpaviljoen Sjoerd. We gaan even kijken of we daar wat gaan eten. Of dat we nog even verder kijken. Maar we gaan eerst even strand op. Een mooi wit strand ook. En ja, ik vind ook deze natuur is ook iets ruiger dan op de andere eilanden. Ik weet niet hoe ik dat uit moet leggen. Maar het is gewoon geen idee hoe ik het moet uitleggen. Het is wat ruiger of zo. Ik vind het heel mooi. We gaan nu natuurlijk best wel veel vergelijken ook. Misschien moeten we dat ook niet doen. Maar het gaat dan toch automatisch. Zullen wij eerst even lekker een hapje gaan eten? Weet je, ik heb een plan. Nou. We gaan eerst even borrelen. Lekker. Ik hou van strandpaviljoenen. Gewoon uitzicht op de zee, op het strand. Lekker in het zonnetje. Heerlijk. Helaas niet geborreld of gegeten bij Sjoerd. Want hij gaat dicht. 6 uur, sluitingstijd. Jammer. Niet verwacht. Nee. Maar we onthouden deze even. Misschien dat we er morgen nog even kunnen gaan lunchen.
En we gaan nu gewoon even over het strand wandelen en dan fietsen we weer terug naar Nes. Daar hebben we sowieso genoeg keuze qua restaurantjes, dus dat komt helemaal goed. Ik zeg net tegen Nel, ik ben blij dat we hier naartoe gegaan zijn, want we hebben het vanochtend ook eigenlijk pas geboekt. En we waren vrij natuurlijk, 2 dagen. En het was eigenlijk niet de planning om weg te gaan. Nee, maar ja. Maar we zaten vanochtend op de bank en toen zeiden we tegen elkaar, waarom gaan we niet gewoon even lekker weg? Want het kan nu. En het was mooi weer. En het was mooi weer ook nog. Ja, waarom niet? Als het kan. Ja. Waarom zou je dan niet gaan? Dus het was eigenlijk niet de planning. Maar ja, nu zijn we er. En denken we van, ja, een goede keuze ook. Even lekker uitwaaien. Ja, gewoon even lekker weg. En we zien natuurlijk ook best wel veel, ja, mensen die ziek zijn. Of die, ja, die gewoon niet meer echt kunnen genieten van het leven. En dat maakt ons wel ook wel vaak bewust van de dingen die we wel kunnen, zoals dit. En daar genieten we ook enorm van. Ja. 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 Dus we hebben eigenlijk altijd een soort van instelling van als het kan. Moet je pakken wat je pakken kan. Ja, moet je gewoon lekker gaan. En ja, als niks je tegenhoudt op dat moment, waarom zou je het niet doen? Gewoon genieten ook van de kleine dingen en ook gewoon van... Ja, ook van dit soort dingen. Gewoon even een nachtje weg en hotelletje pakken. Gewoon gaan. Zonder het plannen. Dat zijn eigenlijk misschien ook wel de leukste uitstapjes. Denk ik wel, ja. In het leven, denk ik. Ja, want gisteravond wisten we nog niet... Nou, vanmorgen nog niet eens. Vanmorgen nog niet, nee. We hebben het rond 11 uur geboekt. Tas ingepakt. En ja, hoe laat zaten we in de auto? 12:30? Ja, 12:30. Ja, dus zo snel kan het gaan. En we beseffen ook dat, dat dit gewoon ook echt luxe is, want ja, niet iedereen kan dat. En dat beseffen we maar al te goed. Dus we genieten gewoon echt dubbel en volop. En ja, als we vrij zijn, dan ja, doen we 9 van de 10 keer ook gewoon leuke dingen. En als we werken, ja, dan gaan we werken. Zo, ja. Zo werkt dat. Ja, het is ook wel eventjes om op te laden natuurlijk na een drukke werkweek. Ja, ja. Dus. En ja. Tuurlijk, dat zouden we ook thuis kunnen doen. Maar hoe lekker is dit? Gewoon op het strand van Ameland. Lekker in de natuur. Heerlijk. Ja, zonnetje zit mee. Want de weerberichten, ja, waren niet echt super goed. Het zou eigenlijk gaan regenen nu, maar ja, ik weet niet hoor. De zon schijnt. De zon schijnt. Ik heb nog geen regendruppel gevoeld. En ook dat. Want ik weet nog al, voordat wij echt kampeerden, lieten we ons ook heel vaak tegenhouden door het weer. Ook door de weerberichten. Dat doen we eigenlijk ook niet meer. Sowieso niet met kamperen. Dan denken we van, ja, we zien het wel. Als het gaat regenen, dan gaan we gewoon in de caravan zitten. En of onder de eigenlijk, luifel. Of onder de luifel, ja. Eigenlijk hebben we die instelling gewoon altijd nu. Natuurlijk kijk je wel even naar het weerbericht, gewoon even in het algemeen. Maar ja, 9 van de 10 keer is het gewoon veel minder dan verwacht. Ja, we laten ons niet meer tegenhouden. Nee, nu ook weer. Als we nu thuis waren gebleven omdat de weerberichten niet goed waren, dan hadden we dit dus ook gemist. Ja. Ja, toch? Nou, ik weet niet hoor. Dit is toch het leven, gewoon... Wow! De zee! De Amelandse Zee, de Noordzee natuurlijk. Check die hond. Die heeft er super naar zijn zin. Wow! Sowieso, mensen die op het strand komen, honden, paarden, alles. Je ziet ze gewoon genieten en opleven of zo. Het is gewoon heerlijk. Het is gewoon echt een oplaadmomentje. Dus we gaan even een stukje wandelen. En dan gaan we iets eten scoren. Ja, ja. We zijn even terug gefietst naar ons hotel, omdat wij iets vergeten zijn. Dus dat gaan we even ophalen. Maar ik dacht, jullie hebben eigenlijk helemaal nog niet de buitenkant gezien van onze slaapplek. Ja, het ziet er gewoon heel
gemoedelijk uit. Het is gewoon een huisje met een met hotelkamers natuurlijk en een restaurant. Ik vind het ook zo gezellig met die klimop bij de muren. Ja, leuk hè? Het is echt een ja. Leuk hotelletje. Kijk, en hier bovenin met die shutters, dat zijn dan de hotelkamers. En onze kamer is volgens mij die kamer, denk ik. Ik weet niet zeker, maar volgens mij wel. Wij gaan nu even via de achteruitgang, ingang. En elke kamer heeft een letter. D is dit bijvoorbeeld. Dan zit je op de begane grond. J. En wij hebben E1. En wij zitten dan boven. Maar de meneer die ons ontvangen heeft, die zei ook van, als jullie iets later in de avond aankomen, kunnen jullie sowieso altijd gebruik maken van deze ingang. En je kan ook gewoon door het hotel 1, door het restaurantje. Ja, dat is ook leuk. Dat zou ook nog kunnen, maar dit is net zo makkelijk. Dus we gaan er hier even in. We zitten trouwens achter de spar. Oh ja, dus ja. We kunnen zo meteen ook nog wel even een spaarootje kopen. Ja, daar hebben we de spar. Nou, we gaan even naar boven toe. We zijn bij de Exeketel beland in Nes. En ik heb een lekkere kip saté besteld. Ziet er echt top uit. En Nelly heeft een kip Hawaii besteld. Delen? Ja, we kunnen wel even delen inderdaad. Ja. Eet smakelijk. Onze favoriet, een crème brûlée. En een barbe. Een beetje lauw. Lekker. Ziet er lekker uit. Dat is heerlijk. Ja, hè? Wat doet zij? Het ruikt hier een beetje puttig. Dus ik dacht, misschien staan mijn putjes wel een beetje droog. Dan doe ik even dit. In de hoop dat die putlucht een beetje weggaat. Wij hebben dit ook wel eens in het verpleeghuis, hè? Dan zijn er mensen die douchen, die willen niet douchen. Nou ja, als je nooit doucht. Ja, die douches worden dan weinig gebruikt. Nou ja, of nooit. Je hebt ook mensen die willen niet douchen. Ja, dat kan. Dus, en dan leggen we altijd even de douchekop in het putje. Dus ik dacht, nou, dat doe ik hier ook even. Zo'n putlucht, dat is vies. Ja, maar ik kan me niet voorstellen dat deze douche bijna nooit gebruikt wordt. Nee, maar volgens mij wordt dat wel minder. Gaat dit nou uit? Nou, succes ermee. Oh, je stopt er al mee. Ja, het is nu nat. Dan is het goed. Ja, of ik doe even zo. Zo. Zo, dan hoef ik het niet vast te houden. Maar het is al minder, hè? Ja, het is minder. Nou, wij gaan lekker even liggen en dan gaan we even een leuk filmpje kijken. Ja, laptop meegenomen. Dus we kunnen gewoon alles zien. Ja, dat sowieso. Je kan ook streamen. Oh, top. Met Netflix en zo. Dat las ik ergens. Oh, dat kunnen we dan ook nog gaan doen. Nou, heerlijk gegeten bij de Heksenketel. En het was ook flink druk daar. We zijn even een rondje gelopen door Nes. En we kwamen er eigenlijk al vrij snel achter dat de Heksenketel het meest bezocht is. Nou, het drukst, ja. Dus wij dachten, ja, we gaan natuurlijk naar een restaurant waar ook wat mensen zitten. Want we hadden eigenlijk, ja, de pijlen gericht op een ander restaurant. Maar daar zat gewoon helemaal niemand. En toen dachten we, nee, dat gaan we er niet op wagen. En uiteindelijk blij met onze keus, want we hebben heerlijk gegeten. Dus een grillrestaurant. Ja, het was echt lekker. Ja. Terwijl ik eigenlijk niet heel erg vleeseterig ben. Maar ik vond dit echt heerlijk. Ik ook. Het was ook zo zacht, die kip. Ja. Maar het was ook echt een heksenketel. Het was er mega druk. Allemaal heksen. Nee, het was echt druk inderdaad. Nou, bijna de eerste dag voorbij op Ameland. Times fly. Leuk eilandje. Ja. Echt. Echt de moeite waard. Ik heb een gat in mijn sok. Nou ja. Mijn teentje komt erdoor. Nou, we zijn even een beetje aan het kijken wat we morgen kunnen doen. Maar we gaan sowieso nog even naar de vuurtoren. We gaan fietsen. We gaan fietsen inderdaad. Holm gaan we ook nog naartoe. Holm? Holm. Je hollen. Ik dacht dat we moesten hollen. Nee, dat gaan we niet doen. We gaan niet hollen. Dus we hebben nog wel wat plannetjes voor morgen. Leuk, ik heb er zin in. En nu gaan we ook gewoon even lekker relaxen. Dus ik denk dat we de vlog af gaan sluiten. Ik ga naar een appel etende man kijken. Ja, inderdaad.
Hallo. Appeltje voor de dorst. Ja. Nou, we gaan de vlog afsluiten. Ja. Ja, want we beleven nu eigenlijk niks meer. Nee. We gaan tv kijken. We gaan liegen. Dus ja, dit was het voor vandaag. Als jullie de rest willen zien, moeten jullie naar de volgende vlog kijken. Ja, leuk als jullie er weer bij zijn. Ja, toch? Gezellig. Ja. We nemen jullie gezellig mee, dus ja. Ja, sluit hem af. Ja, we willen jullie bedanken voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. Vergeet niet te abonneren op ons kanaal. En we zien jullie bij de volgende vlog. Doei! Doei.